Breda Nu. Je weet het meteen. Hallo Breda, het is weer weekend. Dat betekent dus tijd voor weer een nieuw weekoverzicht. Op maandag 9 april was er in onze grote kerk van Breda weer de jaarlijkse Stappen en Shoppen Awards in de categorieën Retail en Horeca. Stappen en Shoppen heeft dit jaar haar 10-jarig jubileum en het was ook de 5e editie van de awardshow, dus het was tijd voor een feestje. We gaan vandaag voor de 5e keer de Stappen en Shoppen Awards uitreiken. En daarnaast vieren we met Stappen en Shoppen ons 10-jarig jubileum. En gaan we dus ook de 10e editie van de Stappen en Shoppen magazines onthullen. En hebben jullie dan ook extra uitgepakt voor dit jubileum? Ja, we hebben, wat we sowieso dit jaar doen, is een 4-gangen diner in de grote kerk voor 500 gasten. Dus dat is al heel groot. En we hebben een hele bijzondere openingsact. De magazines zijn dit jaar extra speciaal met een bijzondere cover waar we ook Hartwel en Guido Weijers op hebben staan. Er kunnen ook een hoop cafés of horecagelegenheden in de prijzen vallen. Ja. Wat zijn een beetje de indeling daarvan? Nou, je hebt de Shoppen Retail Awards en je hebt de Stappen Horeca Awards. En in beide heb je 10 prijzen. Grand Theater Boekhandel, Duifhuizen, Spellenwinkel, Streken, Restaurant, Binnen, Confluego. Vorig weekend was er een Belgisch popfestival, namelijk het Ik Zie U Graag Festival in de Mes. En artiesten zoals Novastar en Blackwave kwamen langs die in België al gevestigd zijn, maar in het buitenland nog niet zoveel bekendheid hebben. Nou, volgens mij is het nou het derde jaar dat ik hier kom. Ik vind het echt geweldig. Dat meen ik echt. Gewoon goede bands, leuke sfeer, ongedwongen, prima, biertje erbij. Ja, bevalt goed. Dan zijn we nog maar net binnen. Het is het tweede biertje, dus... Ja, het is nog net begonnen, maar tot nu toe twee hele mooie optredens gehad. Dus dat was al een goed begin. En ik heb het idee dat de sfeer, die zit er heel goed in. Dus ik denk dat het een heel goed weekend gaat worden. Dat moet wel goed komen. Ja, het was heel cool. Hè? Tof publiek in Nederland, altijd. Ja, ik heb mij heel hard geamuseerd. Ik zag ook wat mensen meezingen en zo, dus kijk hoe. Ja. Alles is heel goed verlopen, geen technische foutjes, niks. So everything was dope. Nou, Novastar die komt straks. En dat is wel een heel bekende Belg. Dus daar kijk ik wel naar uit. Nou, ik vind het wel heel leuk om Novastar zo te zien. Maar om heel eerlijk te zijn ben ik hier gewoon om een leuke avond te hebben. Dus ik denk, nou, België is altijd leuk. Ja. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is gewoon altijd gezellig. We laten ons gewoon verrassen vanavond. Ja, het is heerlijk hier. Lekker weertje. Zomer komt eraan. Gaat goed met me. Op dinsdag werd de Blasprijs uitgereikt. En dat is een initiatief van het Bredase Architectuurplatform in samenwerking met de gemeente. Opnieuw unaniem de jury tot winnaar. Want de Blasprijs heeft gekozen in de categorie winkelpui. Het ontwerp van Rietschoten Design voor gewonnen. Heren, wat gaat er door jullie heen? Yes. En een soort vorm van genoegdoening. Soms kan het natuurlijk ook helpen dat je op een gegeven moment ervaart en ziet en je oordeel geeft over datgene wat je mooi vindt. En dat je soms ook laat verrassen. Want vandaag de winnaar van de winkelpuien was de winnaar van het project van Bommel. En dat was voor sommige mensen in de stad wel een klein beetje wennen. Maar luister naar het verhaal. Luister naar hoe je daar moet kijken. En misschien ga je het dan ook wel heel erg waarderen. Het is eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, als nieuwe muziek. Daar moet je in het begin misschien ook even aan wennen. Maar na verloop van tijd denk je, hey, dat is mooie muziek. Dat is heel erg aardig. Nou, datzelfde geldt voor architectuur. Afgelopen donderdag begon er weer een onafhankelijk georganiseerd technologie, entertainment en designconferentie in Breda. Oftewel gewoon TEDx Breda. Hierbij worden sprekers uitgenodigd die in maximaal 18 minuten de presentatie van hun leven moeten geven over een gebied waarin ze gespecialiseerd zijn. En het thema van dit jaar is Unlock Your Light. TEDx Breda in elk geval is een hartstikke inspirerend event. Het is onderdeel van het wereldwijde TED Talks, wat Ideas Worth Spreading betekent. En er kunnen van allerlei ideeën zijn wat jou tot nadenken zet. Nou, dat doen we dus ook in Breda. 2 jaar geleden was ons grote event een event voor 100 personen. Nu is dat een van de side events, een van de kleinere events. Dan hebben we vandaag een event voor 400 personen. Wat voor onderwerpen spreken jullie nou echt aan? Ja, heel cliché, het verbeteren van de samenleving. Wat kunnen we doen om de mensen weer dichter terug bij elkaar te brengen? En om mensen weer gelukkig te krijgen, om mensen enthousiast te krijgen op de werkvloer. Sinds maandag 9 april rijden er per dag 16 treinen tussen Breda en Antwerpen, waarmee je binnen 33 minuten op het andere station staat. Wablieft! Ja, je hoort het goed. Binnen een half uurtje ben je dus nu in Antwerpen.
Eindelijk is het zover. Men zegt wel eens, als je ergens langer moet wachten, dan is het als het daadwerkelijk zover is, ook extra genieten. En dat is in dit geval. Ja, heel wezenlijk. Ik bedoel, dat weten we. Hè. Dus ondanks het feit dat we digitaal met elkaar verbonden zijn steeds meer, zijn dit soort dingen uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden, van regio's, van steden. En we zijn heel blij dat we met onze vrienden in Antwerpen nu deze rechtstreekse verbinding hebben, naar Brussel door. Ja, absoluut een belangrijke verbinding. En hij wordt natuurlijk mooi, omdat het Brabant nog beter ontsloten wordt richting Antwerpen en Brussel. Dus voor ons is het ook echt een fijne dag. Ook gingen we deze week langs bij de kinderboerderij Wolfslaar, want daar hebben ze namelijk wellicht de oudste pony van Nederland. Dolly, die is onze oudste bewoner en daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Ik zeg altijd tegen iedereen, dit is de oudste pony van Nederland en tot nu toe heeft niemand me tegengesproken. 19 april, zeg ik goed hè, Evelien? 19 april wordt ze 40. Ik heb een mailtje gestuurd naar het paardenrusthuis in Soest. Ik heb eigenlijk de dierenarts gevraagd, eigenlijk iedereen die in de paarden zit gevraagd van, ken je een pony ouder dan 40? Maar ik dacht dat de oudste pony in het 50 is geworden, want die is al jaren geleden overleden. Dus ze zou nog 10 jaar mee kunnen. Zou heel mooi zijn. Ja, ze zitten er allemaal nog gewoon vast in. Tandvlees ziet er oké uit. 40 te zijn, is dat zeker niet slecht. En als het goed is, komt het lekkere weer binnenkort aan. Dat brengt natuurlijk een hoop leuke evenementen met zich mee. En daarom gingen wij de straat op om Bredanaars te vragen naar welke evenementen zij nou eigenlijk uitkijken. Het is weer mooi weer. Er komen evenementen aan. Waar kijken jullie naar uit? Ik kijk vooral uit naar Koningsdag, want dan is er in de stad flink veel te doen, ja, op het Chasséveld. Ja, Defcon. Ja, en Oranje Bloesem in Amsterdam. Het grootste evenement voor mij is dat deze aarde helemaal vernieuwd wordt, dat er geen ziektes meer en geen dood meer is en geen zonde meer is. En dat gebeurt als Jezus terug gaat komen, gaat alles herstellen. Pinkpop. Oh ja, Pinkpop. Ja, dat is wel leuk. En waarom exact dat? Wat vinden jullie daar zo bijzonder aan? Ja, Bruno Mars komt toch? Ja, Bruno Mars. En gewoon leuk. En waarschijnlijk lekker weer, hoop ik. Nou ja, binnenkort is bijvoorbeeld 538 Koningsdag, maar daar ga ik dit jaar dan niet heen. Maar daar ben ik vorig jaar wel heen geweest en dat is wel een leuk evenement. Waarom juist die evenementen? Gewoon met vriendinnen, gezellig. Ja, we houden wel van een feestje. Deze week hebben we weer een mooie foto opgestuurd gekregen, namelijk van Breda in vogelvlucht. Gemaakt door stadsfotograaf Jurgen Janssen. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt waar je trots op bent? Mail dan gerust door naar redactie@bredanu.nl. Ja, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Fijn weekend en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.